Brabant heeft een sterke positie in de logistieke sector en daar zijn een x-aantal redenen voor aan te wijzen. Onder andere de strategische ligging ten opzichte van de havens Antwerpen en Rotterdam, sterke economische centra en opleidingen op het gebied van de logistiek. Nou heeft Brabant die positie, maar die wil die koppositie ook behouden. Aan tafel Remco Overwater, directeur Dynalog. We hebben net samen naar het filmpje gekeken. Comfortloading is één voorbeeld, maar jullie doen natuurlijk veel meer. Waar staat Dynalog voor? Nou, Dynalog is destijds in het leven geroepen om zeg maar, de hele logistieke sector in Nederland een boost te geven. We zagen eigenlijk, er is een commissie van Laarhoven heeft destijds onderzocht waar de positie van Nederland was en waar moeten we nou op investeren zodanig dat Nederland die positie blijft behouden. Daar kwam toen uit, je moet eigenlijk in kennis investeren en die kennis moet je naar het bedrijfsleven brengen. Dus die twee taken heeft Dynalog ook, kennis ontwikkelen en het ook uitdragen naar het bedrijfsleven. Maar nu even specifiek naar Brabant, hè, want ik heb begrepen dat 12% van de werkgelegenheid in Brabant bevindt zich in die logistieke sector. Maar liefst iets van 35% van alle, hoe zeg je dat, vierkante meters die er in distributiecentra in Nederland zijn, bevinden zich ook in Brabant, dat is een uitzonderlijke positie. Ja, dat is ook. Maar we zitten ook precies op die hele stroom van Antwerpen en Rotterdam, Europa in, naar het hele achterland. Neemt Brabant ook een hele belangrijke positie in. En dus die stromen die gaan er ook allemaal doorheen. En die stromen, ja, als je die dus efficiënter, beter kan afhandelen. Is dat afhandelen, het enige? Efficiënter werken? Of zijn er nou, nog... efficiënt betekent ook lagere kosten. Maar dat betekent ook vaak dat je het met minder kilometers kan doen. Dat betekent ook minder CO2-uitstoot. Dus het is ook goed voor het milieu als dat gebeurt. Er zijn meerdere facetten daarbij. En dat kan hele complexe materie zijn ook, om dat te doen. Want neem bijvoorbeeld, als ik in een winkelstraat iets wil afleveren, zou het nou niet handig zijn als alle spulletjes voor alle winkels in die winkelstraat allemaal bij elkaar in één vrachtauto zitten? Is het een lastige om te innoveren in die logistieke sector? Ja, het is wel lastig omdat je hebt een aantal grote partijen en je hebt een heleboel kleine partijen. Dus versnippering van aandacht is wel heel erg lastig. Hoe los je dat op? Nou, onder andere, dus de provincie heeft zijn logistieke agenda, Brabant heeft die opgesteld. De bedoeling daarbij is dus ook dat het toch een gemeenschappelijke visie is over welke kant we die logistieke sector willen ontwikkelen. Wat staat er dan op die logistieke agenda, een paar punten? Nou, je kan bijvoorbeeld denken aan onder andere inderdaad opleidingen. Wat moeten we aan opleidingen doen? Wat moeten we ook inderdaad, op welke zaken moeten we ons richten daarbij? Welke gemeenten moeten zich waarmee bezighouden? En nou, een van de dingen die je dus ook ziet, is een stukje verdere ontwikkeling ook van nieuwe business. Hè. En dat is dat incubatorprogramma wat Dynalog ook runt. Daar hebben we dus 15 bedrijven zoals Comfortloading aan ons weten te binden. Met een stukje advies, eventueel ook met een stukje financieringsmogelijkheid. En inmiddels die 15 bedrijven zijn goed toch voor meer dan 40 mensen werkgelegenheid. En om en nabij de 3,4 miljoen omzet in Brabant. Ja, dat is niet misselijk, hè? Nee, en zo die weg moet je dus ook voortgaan. Ja. Ja. Leggen jullie ook al het bruggetje naar de opleidingen? Ja? Jazeker. Ja? Ja, ja, nou, het is heel belangrijk. Hè. Je hebt twee hele belangrijke aspecten. Dat is enerzijds het bedrijfsleven aanzetten tot het gebruik van nieuwe vindingen en nieuwe inzichten. Maar dat moet je natuurlijk ook in de hoofden brengen van mensen, zodat ze het ook weten hoe ze ermee om moeten gaan. Ja, want het wordt een hele andere manier van handelen, van denken. Ja. Over veel langere trajecten, veel breder. Ja, je moet dus veel meer over de totale ketens moet je inderdaad nadenken. Terug naar Brabant. Waar staan we over 10 jaar met onze logistieke sector? Ik denk dat er een hele grote pijplijn gewoon door Brabant loopt en dat we daar allemaal heel veel plezier van hebben. Dan gaan we daar naar uitkijken. Dank je wel. Graag gedaan.